De Caribische gemeenschap heeft een sterk standpunt ingenomen met betrekking tot de protesten en illegale aanvallen en de democratie in Brazilië. Zo reageert minister Albert Ramdin van Bibis op de meest recente ontwikkelingen in Brazilië, waar aanhangers van de voormalige president Jair Bolsonaro zondag overheidsgebouwen, waaronder het parlement, presidentieel paleis en hooggerechtshof, hebben bestormd. Ramdin zegt dat de CARICOM zich zorgen maakt over de situatie in Brazilië. De Energieautoriteit Suriname heeft zich als onafhankelijk, toezichthoudend en aansturend orgaan in de afgelopen periode continu ingezet voor groei en ontwikkeling in de energiesector. Haar rol om te reguleren, controleren, informeren en adviseren zorgde ervoor dat er diverse samenwerkingen op nationaal, regionaal en internationaal niveau tot stand zijn gekomen. Het jaar 2022 stond specifiek in het teken van de voorbereidingen en uitwerking van data ten behoeve van het Integrated Resource and Resilience Plan proces als onderdeel van het elektriciteitssectorplan. Het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport, ROS, wil het probleem rond de vuilophaal in districten duurzaam oplossen. De coördinatie en monitoring van vuilophaal tot en met de verwerking van afval vinden heel gebrekkig plaats in een aantal districten. In het kader hiervan is onderzoek gedaan door het personeel van het onderdirectoraat Districtsbestuur en Decentralisatie en gekeken hoe dit probleem duurzaam op te lossen. De voornaamste reden voor dit fenomeen is het tekort aan financiële middelen bij de districtscommissariaten.